En dan gaan we het over schoonheid hebben. En als we het over schoonheid hebben, dan hebben we altijd contact met Marloes van Maren. Goedemiddag. Goedemiddag, daar was ik weer. Hoe is het? Is het druk natuurlijk, hè? Want er mag weer zoveel. Ja, nou ja, we zijn vanaf 11 mei volop in de running. En ik vind het gewoon weer heerlijk om te doen. Ja, is het qua omzet gewoon weer een kerstmaand? Bijna wel. Nou, we doen iets minder. Ja, iets precies. Minder, want we moeten natuurlijk iets meer tijd tussen de klanten doen. Dus dat scheelt soms wel een klant per dag. Maar goed, ik heb zoiets van, we doen er gewoon rustig aan. En iedereen komt aan de beurt. En gaat goed. Heel goed. Waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, ik wilde jullie vandaag eens wat vertellen over aromatische oliën. Of etherische oliën. Kennen jullie dat? Ik ken het woord wel. Maar wat het precies doet, dat wilde ik ook zeggen. Het klinkt heel bekend, maar wat is het? Ja. Nou, aromatische oliën, die naam hebben ze gekregen. Ze noemen het ook als essentiële oliën. Moeilijk woord. Het zijn extracten die worden gewonnen uit zaden of uit planten of uit struiken, bomen. Dus denk maar even aan, je kan het op verschillende manieren gebruiken. En wij in de salon gebruiken het bijvoorbeeld om het in het compresswater te doen, dat je compressdoekje lekker ruikt. Daarom krijgen ze ook de naam aromatische olie, zeg maar, omdat de geur je een hele lekkere beleving geeft. Ja. En je kan het voor verschillende manieren gebruiken. Dus je zou het in een diffuser kunnen doen, hè, dat mensen wel zo'n vernevelen hebben, zo'n verdamper. Dat je daar een lekkere geur in doet. Maar het wordt ook wel gebruikt in de, voor bijvoorbeeld als je verkouden bent. En dan kun je weer bijvoorbeeld een pepermunt extract gaan gebruiken, een olie daarvan. Ja. En we gaan het alleen maar om de geur? Of heeft het ook werkingen of bijwerkingen? Het heeft zeker werkingen. Dus je hebt bijvoorbeeld een olie die wordt gewonnen uit de tea tree olie bijvoorbeeld. Die werkt heel erg ontsmettend. Is heel erg goed voor bijvoorbeeld schimmelinfecties. Inderdaad, de pepermuntolie of de eucalyptusolie, wat je ook hebt, is ook een hele sterke. Die wordt ook vaak gebruikt voor als mensen last hebben bijvoorbeeld van de luchtwegen. Je kan het dus inderdaad in zo'n verstuiver doen, maar je kan het ook bijvoorbeeld in bad doen. Dan heb je tweeledig, hè? Dan gaat het ook door de huid heen. En je hebt ook gelijk die geurbeleving als het ware. De olie is helaas niet oplosbaar in water, dus je moet er altijd iets van een vet bij doen. Bijvoorbeeld een badolie, een neutrale badolie erbij of een badschuim erbij. En dan lost die heel erg lekker op. Het is natuurlijk heel sterk geconcentreerd, dus soms heb je er maar een paar druppeltjes van nodig. Ja. En dan heb je er al voldoende aan. Ik heb het één keer geprobeerd ooit, dat is een bende geworden. Hetzelfde als met rozenblaadjes in bad. Is ook hartstikke leuk en geurt ook heerlijk, maar het wordt een zooitje. Ja, dat klopt, ja. Ja. Nee, maar wat Marloes zegt, je moet het laten oplossen. Hè? En dan is er niks aan de hand. Maar anders blijft het er bovenop liggen, Marloes, toch? Niet? Dan blijft het, het wordt niet door water opgenomen. Nee. Kijk, als je het bijvoorbeeld, het wordt ook in de keuken gebruikt. Hè. Je hebt heel veel recepten bijvoorbeeld, waar je dus de aromatische olie bij kunt gebruiken. Toevallig heb ik gisteren even te koekeloeren en er kwam een recept met pepernoten en kaneelolie. Dus je kan, hè, of pomponsoep met sinaasappelolie. Het heeft allemaal wel een bepaalde werking op je psyche en op je huid. En, maar dan moet je het ook wel weer even mengen met bijvoorbeeld honing. Dat het even oplost. Hè, als je het ook zo inneemt. Ja. Maar je moet ook wel oppassen met etherische oliën. Want het komt natuurlijk wel in je bloedbaan terecht. Dus je moet er niet een hele slok van nemen. Als je denkt van ik ben verkouden en ik neem er een beetje eucalyptus of wat dan ook. Dat kan soms alleen maar averechts werken ook. Ja. Er zijn natuurlijk duizenden geuren. Zijn er dan ook duizenden van die potjes met aroma's en etherische oliën? Nou, er zijn echt heel veel. Als je gaat kijken, als je gaat googlen, je ziet van A tot en met Z zo ontzettend veel. En je moet ook kijken wat past bij jou. Hè, ik hier in de salon gebruik bijvoorbeeld lavendel, maar dat is ook een heel expliciete geur. Daar moet je ook van houden. Ja, heel gangbaar wel. Fantastisch. Heerlijk vind ik dat. Ja, weet je, we mogen nu niet op vakantie naar Frankrijk, dus ik duik heel vaak met mijn neus even in de lavendel. Dan ruik ik toch een beetje de geur van Frankrijk. Ja. Maar dat is puur de geurbeleving. En, maar bijvoorbeeld sinaasappel doe ik ook wel vaak met puur plain met massageolie erbij.
En je kan dan bijvoorbeeld amandelolie nemen of macadamiaolie. Dat zijn basisolieën. En dan kan je gewoon een paar druppeltjes van de aromatische olie erbij doen. En dan kan je er heerlijk mee masseren. Kokosolie. En het is ook nog eens een keer rustgevend. Dat is ook goed. Ja, kokosolie is ook lekker. Ja. Weet je, geuren zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Een geur kan je denken aan een vakantie of aan iets fijns, weet je wel. Dat kan je aan elkaar koppelen. Mm-hmm. En dan is het... Geur is emotie. We hebben ook vaak Marlies Engels hier van de Polderkool in Lelystad. Die zegt ook, dat soort dingetjes die zijn allemaal heel makkelijk zelf te maken. Geldt dat ook voor die Ja, ja, en die geurtjes waar jij het over hebt, is dat zelf goed te doen? Nou, dat weet ik niet precies. Daar ben ik niet zo in thuis. Maar goed, weet je, je moet je voorstellen, bijvoorbeeld rozenolie. Dat is, er zit maar heel weinig olie in een rozenblaadje. Dus het is heel erg inventief om dat eruit te moeten halen. Dus rozenolie is bijvoorbeeld ook veel duurder dan bijvoorbeeld een lavendelolie. Ja, dat is ook zo. Oké. Kijk, en je kan een roos gebruiken in baard als je hooikoorts hebt of astma hebt of huidontsteking hebt. Maar als je het echt gaat innemen voor je gezondheid, dan zal ik altijd wel adviseren om even naar iemand te gaan die er gewoon heel erg veel verstand van heeft. Er zijn natuurlijk ook best wel, hè? Ja, nou ja, jij bent zo'n persoon natuurlijk, hè? Als we wat willen weten, komen we bij jou. Ja, nou... Het is echt een hele studie, dat zal ik je wel vertellen. Maar je kan het inderdaad in de salon gebruiken voor de ontspanning, hè, met sinaasappelolie. En dat kan je weer mooi mengen met lavendel. Maar voor hier is het eigenlijk wel... kijk, als iemand verkouden is, dan doe je wat eucalyptus erop. Maar je kan dat ook thuis doen. Hè. Dan kan je wel een paar druppeltjes bijvoorbeeld op je kussensloop doen. Of op een sjaal die je om hebt. Of op een zakdoek die je dan naast je neerlegt. Dus dat zijn wel dingen die dan kunnen helpen. Zeker. Om je luchtwegen wat beter te krijgen. Ja, precies. Ik ga vanavond even wat proberen. Bedankt voor de tip in ieder geval, Marloes. We spreken jou graag binnenkort weer. Tot dan, hè. Oké. Doeg. Dag.